Goedendag, u kijkt naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. De satellietfoto laat net als de afgelopen dagen weer heel veel bewolking boven Nederland zien, en ook boven Duitsland en we hebben nog steeds met een oostelijke aanvoer te maken. Uit die bewolking valt regen. Het regengebied breidt zich vanochtend vanuit het noordoosten en oosten naar het westen en midden van het land uit. In het zuiden blijft het grotendeels droog, daar kan heel zwak zonnetje doorbreken en loopt de temperatuur op naar 17, 18 graden. In het midden en noorden blijft het een groot deel van de dag regenen, het is 14 tot 16 graden. Het uiterste noorden wordt overigens wel weer droog. Vanavond ook nog steeds op veel plaatsen regen in het midden en noorden van het land. En opnieuw geldt dat het uiterste noorden wel droog weer heeft. Het zuiden houdt het ook zo goed als droog. Morgen wordt het duidelijk beter weer. In het midden van het land kan vooral nog enig tijd regen en motregen vallen. In het noorden en zuiden breekt de zon als eerste door. En later op de dag gebeurt dat ook in het midden. 16 naar 17 graden en voor de douwtrappers staat heel weinig wind. Vrijdag en zaterdag is het droog. Vooral zaterdag ook veel zonneschijn en de temperatuur loopt op naar zo'n 20 graden. Zondag is er een kleine kans op een bui, maar ook dan schijnt vooral 's middags de zon geregeld en wordt het aangenaam weer. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl